De OGEM, werknemersorganisatie Suriname, OWAS, heeft na een algemene ledenvergadering besloten om in beraad te gaan. De vakorganisatie heeft het vertrouwen in de directie onder leiding van Leo Brunswijk opgezegd na het ontslag van bondsvoorzitter Marciano Helling. Vanmiddag zijn de bondsleden met de ontslagen voorzitter naar het presidentieel paleis getogen om een motie met hun ontevredenheid over de gang van zaken te overhandigen aan het staatshoofd. Zes, dat het geduld van de leden is opgeraakt en dat voor hen de maat vol is. Besluiten. 1. Het bestuur van de OWAS op te dragen de aandeelhouder van het voorgaande in kennis te stellen. 2. Eisen van de aandeelhouder dat de aanzegging tot ontslag van de OWAS-voorzitter per direct wordt ingetrokken, CQ teruggedraaid. 3. Het vertrouwen in de directie van de NVEBS per onmiddellijk op te zeggen en eisen het vertrek van de voltallige directie. 4. Dat de gesprekken met betrekking tot het aangaan van een nieuwe CAO morgen aanvangen en dat deze worden gevoerd met de Raad van Commissarissen van de NVEBS en gaan over tot de orde van de dag. De bondsvoorzitter is om dringende redenen ontslagen, met name voor het delen van foto's van bedrijfseigendommen en het schenden van het vertrouwen van de werkgever. Reshma Kagu, waarnemend directeur op het kabinet van de president, nam de motie van de bond in ontvangst namens de president. Ik neem uw petitie in ontvangst namens de president en het wordt doorgeleid naar de president. Ik vraag u dan nadere instructies van de president af te wachten. Dank u wel. Ja, graag gedaan. Hellings geeft aan dat het personeel behoorlijk verhit is. De situatie is al enige tijd aan het borrelen en volgens Hellings is een ontslag de reden die de emmer heeft doen overlopen.